Ik ben Wout. Ik zit op het Helen Parkers in Drietegnatium. Vandaag laat ik jullie de school zien. Kom maar mee. Welkom in de school. Ik ben nu gelukkig mooi op tijd, maar te laat komen gebeurt ook wel eens helaas. Dan moet je je hier bij de receptie melden. Wist je dat dit een Daltonschool is? Dat betekent onder andere dat je een paar uur per week zelf mag bepalen aan welk vak je werkt. Oh ja, hier zit de rector. Hallo. Hey, Maud. De leraren hier op school helpen je om je huiswerk zo goed mogelijk op een rij te krijgen. Ook hebben we ontzettend veel leuke vakken. Bijvoorbeeld scheikunde, waar we leuke proefjes mogen doen en leren over bijvoorbeeld de opbouw van stoffen. Bij het vak drama kunnen we onze creativiteit kwijt in het theater. Ons muzikale talent halen we op in het muzieklokaal. Onze geschiedenislokalen zijn zo tof ingericht dat je echt kan proeven hoe het er vroeger aan toe ging. Nog wel leuk om te vertellen, onze kluisjes zijn heel high-tech. Je kunt er je mobiel of je laptop in opladen en je opent ze met je telefoon. Tussen de middag houden we pauze hier in de kantine. Wat is er zo bijzonder aan de kantine? Bijzonder aan deze kantine is dat ik altijd bezig ben met mijn collega's om te zorgen dat jullie gezonde keuzes leren maken. We hebben ook automaten waar geen kleurstoffen, geen andere toevoegingen in zitten. En we hebben een automaat waar we ook flesjes in kunnen leveren, dus we letten ook op het milieu. We hebben bijvoorbeeld een bijentuin hier op school. Kom, laat ik het je even zien. Het komt wel eens voor dat je boeken moet lenen voor bijvoorbeeld Nederlands of Engels. Speciaal daarvoor hebben wij een mooie mediatheek op de tweede etage. Wat is er nou zo bijzonder aan de mediatheek? Wat zo bijzonder is aan onze mediatheek is dat we een samenwerkingsverband hebben met de nieuwe bibliotheek. Wat ook heel bijzonder is dat we hebben meer dan 100 werkplekken. En daar kunnen kinderen dus studeren. Hier zijn onze gymlokalen. Kijk, we hebben zelfs een klimwand. Ook bieden we extra voorzieningen en begeleiding voor topsporters. Jeroen, waarom vindt de school dat zo belangrijk? Nou, school vindt het heel belangrijk om maatwerk te leveren. Dat betekent dat we naar iedere individuele topsporter kijken waar de behoeftes liggen. En dat is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat kinderen én een topsport kunnen bedrijven en een diploma kunnen halen. Kijk, hier ben ik bekend. Dit is het Technasiumlokaal. Hier vind je leerlingen uit HAVO en VWO. Als je naast je gewone vakken nog iets extra's wilt leren over techniek, dan is het vak onderzoek en ontwerpen echt iets voor jou. We hebben zelfs 3D-printers. Waarom zou je eigenlijk voor het Technasium moeten kiezen? Nou, als je voor het Technasium kiest, dan kies je eigenlijk voor een VWO of een HAVO-opleiding met het vak O&O. Een extra vak waarbij je opdrachten vanuit het bedrijfsleven probeert op te lossen in een week of 8 à 10. Waarbij je uiteindelijk dan de grote opdracht die je hebt opgelost presenteert aan de opdrachtgever en de docent enzovoort. Stel je wilt iets doen met ICT of techniek, dan kun je kiezen voor Beta MAVO. Hierin ga je met docenten aan de slag aan een prototype en dit werk je uit in de werkplaats of het laboratorium. Ik vond het superleuk om je rond te leiden op het Helen Parkers. Wie weet zien we elkaar over een tijdje in de gangen. Ik kijk er naar uit. Jij ook?